Welkom geliefde. Welkom weer bij deze video. Het is uh, weer uh, zover. En we gaan verder met ons onderwerp Gods schitterende wijsheid. En om daar uh, zeg maar steeds beter als het goed is, inzicht in te krijgen. We gaan gewoon verder met de slide. Uh, en we vervolgen onze serie. We waren geëindigd bij deze als het goed is. En we hadden het over Stefanus als laatste. Hè? En wat hij, vert wat hij zei door de geest geleid vol van de geest tegen die schriftgeleerden uh, en dat lees je in handelingen 7 vers 51 tot en met 53 en ze werden daar woest over en ze knarsten de tanden tegen hem toen ze deze woorden hoorden nu wat gebeurde er verder ja dat snap je wel hè? hij werd gestenigd tot de dood en hoe zit het met Jezus ik heb Stefanus hier als voorbeeld genoemd. Uh, wat hij zei, maar we, we hebben diverse voorbeelden hè, die we aan het uh, nalopen zijn. Uiteraard mag Jezus niet ontbreken, in tegendeel. Hij, hij is het beste voorbeeld, kan je zeggen. De zoon van de God Himself. Hoe zit het met Hem? Dat slaat dan ook werkelijk alles. Want het werd over Hem. Aangekondigd nota bene meer dan 600 jaar voor zijn geboorte. Jesaja 53, vers 2 tot en met 4. Daar lezen wij: Hij had geen gestalte noch eer, om ook maar op te merken. En geen uiterlijk, zodat wij hem zouden benijden of begeren. Hij was veracht en werd vermeden door mensen. Een man die pijnen en ziekten kende. Men verborg het gezicht voor hem. Zo erg was hij, vraagt. En we namen hem niet serieus. Werkelijk, hij heeft onze ziekten zelf gedragen. En hij was belast met onze pijnen. We zagen hem aan voor een door God geslagene en vernederde. Niet hij was een door God geslagen en vernederde. Nee, nee. Wij zagen hem aan als zodanig. Laat dat bezinken. God heeft er namelijk doelbewust voor gezorgd, zelfs bij zijn enige, enige geboren zoon, zijn geliefde zoon, om hem in deze vorm te vermommen. God heeft er voor, uh, voor gezorgd. Dat heeft een reden natuurlijk, hè? dat snap je wel. En dat is de reden die eigenlijk als rode lijn door deze hele studie heen loopt. Tegenwoordig, in deze tijd waarin we leven, is de valse Jezus van het christendom populairder dan de Beatles ooit waren. Deze Jezus-fanclub is enorm groot. Enorm groot. Honderden miljoenen mensen. Minimaal. En toch is dit niet de Jezus. Die van, het, van de schrift, hè? de Jezus van Jesaja 53. Die was een veracht man. Dat is de ware Jezus. Het uitschot van de samenleving. Think about it. Net als zijn volgelingen trouwens. Hij kwam uit de stad Nazareth... Waarvan mensen altijd zeiden: Niets goeds kan daaruit komen. Wie zorgt daarvoor op absoluut niveau? Natuurlijk zorgt God daarvoor, doelbewust. Uiteraard, dat heeft de reden. Jezus zei tegen Petrus: vlees en bloed, en bloed betekent ziel. Weet je nog, de ziel is het bloed, of de ziel is in het bloed. Zintuigen, dat, dat, daar spreekt ziel van. Zintuigen dus uiterlijk. Waarneem, uh, waarneembaarheid zal ik maar zeggen. Vlees en bloed heeft jou dat niet onthuld, zegt Jezus tegen Petrus, maar mijn vader die in de hemelen is. Wanneer zei Jezus dat tegen Petrus? Toen hij, toen Petrus precies aangaf wie Jezus echt, echt is. Lees daarover in Mattheüs 16, vers 16 tot en met 17. Dit is belangrijk om dit in te zien, om daar inzicht in te krijgen. Grote, het is van groot belang. We gaan door. Nogmaals, Jezus was dus bewust vermomd door zijn vader. Zelfs de mensen die zwaar getraind waren in de schriften, om hem te herkennen vanuit de profeten. Herkende hem niet. Ik zal daar niet verder op ingaan. Daar is nog het een en ander over te vertellen. Maar ik ga maar één woord noemen: de Babylonische Talmud. En dan hoop ik dat je al genoeg weet wat daarin voorkomt. Dat is een en al walgelijkheid. We gaan verder. Uiterlijk, afkomst, werkwijze, niets voldeed aan wat de mensen verwachten van de messias, niets. Jezus was en is in werkelijkheid de enige geboren zoon, de geliefde zoon van de God, de Heerser en eigenaar. Dat is Jezus, hè, Van het universum in de twee komende eonen. En hij en hij alleen, Jezus, is de redder van deze wereld. Hij is namelijk door zijn Vader Gesteld tot redder van deze wereld. Zo simpel is dat. Maar de mensen zien het nog niet. En dat is precies de bedoeling van God. De Vader. Er komt een moment op zijn tijd. wanneer, wanneer iedereen het gaat zien en gaat inzien. We gaan verder. De gemiddelde christen zou Jezus niet herkennen. Absoluut niet. Als hij zichzelf zou tonen. De Jezus die is beschreven. In Jesaja 53, vers 2 tot en met 4. Zou beleefd worden verzocht. Om het kerkgebouw te verlaten. Absoluut. Absoluut. Christenen zijn zo verschrikkelijk ver. Van de waarheid afgeweken. Dat er praktisch niets meer waar is hoor. In hun onderwijs. En dat is ontzettend triest. Bekeken. Vanuit de mens, uiteraard, relatief bekeken. Heel trieste zaak. Jezus was gruwelijk in de minderheid ten opzichte van de religieuze meerderheid in zijn tijd. Maar denk je dat het nu anders is? En ik heb het dan vooral over de leiding. Denk je dat het nu anders is? Absoluut niet. Nu zijn het de gelovigen die het lichaam van Christus vormen, die een anoniem en rustig, uh, um, eenvoudig leven leiden, zij zijn het in deze tijd die worden vervolgd en op wie wordt neergekeken door de religieuze, christelijke vaak, meerderheid. Oh ja. En die meerderheid, we praten over een aantal, laten we het bij de evangelische houden. Dan praten we toch zeker over een aantal van 850 miljoen wereldwijd, bijna een miljard. En daarna nog de katholieken, de gereformeerden, de andere stromingen, noem ze maar op, baptisten, etc. Etcetera, etcetera. Het zijn allemaal um, stromingen, ze behoren allemaal tot de der, meer dan 30.000 stromingen binnen het christendom. Wist je dat? Allemaal afsplitsingen van afsplitsingen van afsplitsingen. Zo simpel is dat. Maar goed, we gaan even door over dit woordje. Over de leiding. Altijd wanneer er sprake is van leiding, menselijk gezien, is er sprake van een vorm van corruptie. Er spra is sprake van een vorm van belangen. Belangen van de leiding. Herken je dat? En vooral binnen de religieuze leiding zie je dat heel sterk, omdat. Zij vaak voor, voor, hun, voor hun inkomen afhankelijk zijn van hun kerk. Van hun schaapjes. Die elke week of meerdere keer per week de bank komen opwarmen. De leiding is daarvan afhankelijk en daartoe wordt hun hele systeem ook ingericht om die inkomsten te laten blijven stromen. Oh ja. Oh ja, je weet het, hè? En hoe zit het met hun macht? Hun macht? Hun autoriteit over het leven van de mensen die naar de kerk gaan? Het gaat rustig door en dat hele systeem is erop ingericht. En dit is natuurlijk niets wat met God te maken heeft. Daar is God niet. Wie is daar wel? De tegenstander. Sterker nog, daar zijn ze zware jongens. Ja, niet de lichte. De lichten zijn in de discotheken, de lichten zijn in de casino's, in de stripclubs. Dat zijn de lichte jongens van Satan. De zware jongens zijn in de kerk. Daar zijn ze te vinden. Dus, knoop het in je oren en we gaan verder. Het is de waarheid, hè? Zij haten hem. En vandaag de dag haten zij ons. De religieuze meerderheid haat ons. De gelovigen die het lichaam van Christus vormen. En hebben Hem ook vermoord. Ze hebben Jezus vermoord. Zij hebben het gedaan. De religieuze leiders van zijn tijd hebben het gedaan. Zij zijn de belangrijkste. Uiteraard hebben ze het uitbesteed aan de Romeinen. Maar zij hebben het gedaan. En dit deden zij later ook grotendeels met de Twaalf Apostelen. Herkenbaar? Oh ja. Dat gold uiteraard ook voor Paulus, die vaak moest vluchten voor zijn leven vanwege de religieuze meerderheid die hem niet kon uitstaan. Ze konden hem niet geschilderd zien. En liefst wilden ze hem vermoorden, uiteraard. En dat hebben ze vaak toegedaan. En soms hebben ze hem voor dood achtergelaten. En later, veel later, is het ook gelukt hoor. Het is hen gelukt om Paulus gevangen te laten nemen. En te laten executeren door de Romeinen in Rome. Dus er is steeds voor het oog van de mens, uiterlijk gezien, sprake van mislukte bedieningen. Of niet soms? Ja, toch? Als je een paar stappen naar achter doet en deze zaken rustig observeert, de hele loop, het patroon, wat iedere keer terugkomt. Als je dat gaat observeren en overdenken, dan kom je tot de conclusie dat menselijk gezien de bedieningen van Jezus, van de twaalf apostelen en van Paulus bijvoorbeeld, behoorlijk mislukt zijn. En met hen vele anderen die in Gods Woord genoemd worden. Oh ja, Jezus sprak bijvoorbeeld aanvankelijk over het Koninkrijk van de Hemelen dat nabij was. Maar hij werd niet geloofd en hij werd niet geaccepteerd, ook zijn boodschap niet. Tevens sprak Jezus in gelijkenissen met de menigte mensen, juist <laughs> zodat ze hem niet konden begrijpen. Lees maar in Matthäus 13, vers 10 tot en met 11, het bewijs. Oh ja, later gaf Jezus de sleutels van het koninkrijk aan Petrus. Daarmee dus de autorisatie om dit koninkrijk nog een keer aan te bieden na Jezus Hemelvaart. Matthäus 16, vers 19. Vervolgens veranderde Jezus zijn koers door zijn lijden en sterven aan te kondigen. En in Gethsemane tijdens zijn moeilijkste momenten op aarde. Vielen zelfs vielen zelf zijn dichtstbijzijnde vrienden in slaap. Ook tijdens zijn berechting en kruising kwam er niemand voor hem op. Dat geldt trouwens ook voor Paulus aan het eind van zijn leven. Hij had wel wat vrienden die bij hem zijn gebleven, zoals Lucas en ik dacht ook Marcus. Maar uh, uh, dat is een, echt een hele kleine minderheid vergeleken bij. Al de vrienden die Paulus had ten tijde van zijn actieve bediening. Ze hebben hem allemaal verlaten in feite. Ook de twaalf apostelen begonnen voortvarend in navolging van Jezus, maar werden stuk voor stuk gemarteld en vermoord door wie? De religieuze leiding, de Joodse leiding. Paulus ondervond eigenlijk vanaf het begin al stevige tegenstand van deze religieuze Joden. Maar hij had goede vrienden onder de gelovigen in Klein-Azië. In Azië, ja, hè, zeg maar. Toen hij na enkele jaren terugging naar Jeruzalem, namen zijn vrienden afscheid van hem onder groot gehuil en omhelzingen. Daar, daartoe lees je dit in handelingen 20, vers 37, 38. En wat, zoals ik al net zei, zien wij aan het eind van Paulus leven? Allen, zegt hij, werden weggekeerd van mij, degenen in Azië, Klein-Azië. Nu vraag ik aandacht, jouw aandacht, voor de zinsconstructie in Gods Woord. Ik herhaal. Paulus zegt, geleid door Heilige Geest: Allen werden weggekeerd van mij, degene in Azië. Wat lees je? Als je menselijk zou praten, op mensniveau, zou je zeggen: Allen keren zich weg van mij. Staat dat er? Nee, dat staat er niet. Daar sta, er staat allen werden weggekeerd van mij. Door wie? Door wie? Oh ja. Door God natuurlijk. Zo simpel is het. Hij is die grote regisseur. Hij doet het lijken in deze boze Aion. Niet vergeten. Dat is de achtergrond waar tegen wij praten. God doet het lijken alsof de bedieningen steeds mislukt eindigen. En daartoe regisseert Hij deze gebeurtenissen, waarbij allen werden weggekeerd van Paulus. Jawel, dat heeft God gedaan natuurlijk. Hè? In deze tijd waarin wij leven, geliefde. Is het zo belangrijk om te realiseren dat isolatie voor de leden van het lichaam van Christus niet iets vreemds is? Het is niet vreemd. Het zou eerder vreemd zijn, zeg ik hoor, ik neem deze uitspraak voor mijn rekening. Het zou eerder vreemd zijn als gelovigen regelmatig bij elkaar komen. Uh, bijvoorbeeld elke zondag, laten we dat maar zeggen, hè? of ja, weet ik veel, elke woensdag, whatever. Om, om, om samen samenkomst te houden. Laat ik maar zo zeggen. Het zou eerder vreemd zijn in deze tijd: van geheim. Van het feit dat God het lichaam van Christus klaarmaakt in het verborgene. Ik zou zeggen, laat het insinken. Je hoeft het uiteraard niet met me eens te zijn hoor. Dat, dat, is, dat vraag ik niet. Maar ik, ik doe zo'n uitspraak voor ons allen eigenlijk om daar dieper over na te denken. Isolatie is niet vreemd. Hij plaatst ons in deze situatie waardoor wij van Hem en van Hem alleen afhankelijk zijn. En niet van andere mensen. Think about it. By the way, deze uitspraak staat in 2 Timotheus 1 vers 15. En ik zie dat we al aan het einde zijn. Uh, wat zal ik doen? Ik denk dat ik het toch hierbij ga laten, zeg ik even voorzichtig. Uh, en ik, ja, ik denk dat ik het toch hierbij ga laten. Ik ga gewoon verder uh, met de volgende slide tijdens de volgende vlog. Hartelijk bedankt voor het kijken en denk alsjeblieft ook over deze dingen na. God bless you.